Ik ben Kathleen Beulens, professor communicatiewetenschap uh, verbonden aan het Media Psychology Lab van KU Leuven. Met Free hebben wij een lessenpakket uh, ontwikkeld om te voorkomen dat jongeren starten met roken en vapen. Met Media Psychology Lab voeren we al 15 jaar onderzoek naar de manier waarop dat media een impact heeft op kinderen en jongeren. En in ons lessenpakket... Um, hebben we eigenlijk getracht om, om uh, jongeren die info bij te brengen? En nadien hebben we hen um, zelf een campagne laten maken om um, te voorkomen dat ze starten met roken en vepen. Ja. Onze communicatieaanpak is dat wij een lessenreeks ontwikkeld hebben waarin dat we inzetten um, op mediawijsheid. Dus we leren jongeren. Uh, meer over de manier waarop dat zij beïnvloed worden door media, zodanig dat ze ook in de volgende stap zelf eigenlijk een campagne zijn kunnen gaan ontwikkelen om te voorkomen uh, dat jongeren starten met roken en vepen. Uniek aan ons lespakket is dat het uit verschillende delen bestaat. In een eerste deel zijn we jongeren gaan uitleggen welke factoren eigenlijk gaan bepalen of ze starten met roken en vepen. We hebben daar specifieke aandacht uh, besteed aan de rol van de media. In een tweede fase zijn jongeren zelf actief aan de slag gegaan en zijn ze in de vorm van groepswerk eigenlijk zelf een preventiecampagne gaan maken. En heel belangrijk daarin is dat ze door het maken van die campagne eigenlijk zowel zichzelf als anderen eigenlijk kunnen beïnvloeden en zo meer kennis krijgen ook in bijvoorbeeld hoe anderen over roken en vepen denken. En in een laatste stap dan um, zijn we die campagnes ook verder gaan delen via social media en op die manier kan het effect van die campagne nog verder uh, doorwerken. Heel uniek aan dit project is dat we ook de impact van onze lessenreeks zijn nagegaan. Dus we zijn echt nagegaan of dat onze lessenreeks zowel op korte als op lange termijn het gewenste effect heeft. Dus dat het wel degelijk zo is dat jongeren um, na, ons, uh, na het volgen van ons lespakket ook minder geneigd zijn om um, te, te starten met roken en vepen en daar ook meer de negatieve effecten van zien. Wat zeker een uitdaging is bij het voeren van onderzoek, is dat het altijd heel moeilijk is om scholen te vinden die willen meewerken met onze verschillende studies die we doen. Um, dat was ook in het begin zo bij dit project. Um, maar al gauw bleek dat zij wel heel veel zagen in onze aanpak en dat ook beantwoorden aan een grote nood. Waardoor dat we vandaag eigenlijk zelf heel veel vraag krijgen van leerkrachten en scholen of ze nog mee kunnen instappen in ons project. Dus dat is zeker um, heel positief. En um, hetzelfde zagen we eigenlijk bij de jongeren. In het begin waren we wat bezorgd. Um, omdat één component van onze interventie is dat we jongeren ook aanmoedigen om te delen over hun campagne op social media. We wisten eigenlijk niet bij de start hoe geneigd ze zouden zijn om dat te willen doen. Maar blijkt dat ze daar eigenlijk toch heel enthousiast over waren. Dus dat is zeker mooi meegenomen. Hoe gaan we dit vieren? Wel, dit project is echt het resultaat van, van teamwerk. We gaan dat dus ook in groep vieren met alle medewerkers die echt hun beste beentje voorgezet hebben in dit project. Dus wij gaan samen daar opklinken.